Ik ga zo meteen het woord geven aan Nico, voorzitter van Ondernemend Leiden, Nico Tatus. Die wordt gevolgd door Yvonne van Delft en dan Nico. Ondertussen door geen vragen te stellen. Probeer die even te noteren, want ik denk dat een hoop vragen deze ochtend al beantwoord worden. En laten we die vragen alsjeblieft aan het einde bewaren, want anders gaan we die half niet redden. Voordat ik het woord wil geven aan jou, Nico, is Nico sinds ook ongeveer een half jaar voorzitter bij Ondernemend Leiden. Is dat nog langer? Heel lang. Ja, is het inmiddels al een stuk langer. Dus nou, in ieder geval voor mij voelt het als een half jaar dat we samen zeg maar, dit bootje zijn gestapt om hier van kartrekker te zijn. Wat ik al zei, Yvonne van Delft zou zo meteen een en ander vertellen vanuit het proces en vanuit daadwerkelijk het concept wat er nu voor ligt, welke keuzes zijn gemaakt. Ik wil daarnaast ook even stilstaan bij Niels Dekker. Kan je heel graag gaan staan, want dan ziet iedereen je even. Niels Dekker is de beleidsmedewerker dan wel, dat is een hele lange titel, er staat hier nog wel senior voor geloof ik. Maar hij heeft zijn tanden gezet in dit dossier. En wat heel fijn is, is dat hij gedetacheerd is door de provincie, dus ook met een beetje een landelijke blik en naar kan kijken en alle ontwikkelingen en kennis hierin kan proppen. En Willem-Jans Eriksee stond er net al even bij stil, is ook wel even goed om te doen. Hey, Willem-Jans, kun je even gaan staan? Dan kunnen ze je even zien. Nou betrokken bij dit proces komen waar we nu zijn. Voor nu wil ik heel graag jouw woord geven, Nico. Iedereen kan me verstaan, neem ik aan, zo dichtbij. Kortdag dat we jullie uitgenodigd hebben. Dat had ook een beetje een aanleiding ergens in Leiden dorp, waardoor we niet gelijk uit konden nodigen. Maar we moesten op een goedkeuring wachten. Maar dat is gelukt. Dan nog een verplaatsing van de locatie. Ik hoop niet dat andere mensen nog elders zitten. En natuurlijk het vroege uur. Doel van vandaag is het informeren over het resultaat, concept, regionale bedrijventerreinen, strategie 2030, dat weten jullie allemaal. Eerst de vaststelling van de collegebesluiten in de regio, gemeente, dat gaat nog eens een keer dit jaar gebeuren als het goed is. En dan vanaf januari kunnen jullie als ondernemers op microniveau zelf inspraak doen. Ik wil toch even bij het proces stilstaan. Hoe wij als ondernemersverenigingen erin staan. En met name ook ondernemend Leiden natuurlijk. Waar ik vanaf het begin van dit jaar voorzitter van ben. Aanleiding is de convenant ruimte voor bedrijven. Die zo meer dan 2 jaar geleden ondertekend is. Waar de compensatie voor toen beoogd bedrijventerrein Oostvliet-Polder aan de orde was. We hebben toen een convenant gesloten, dat die ruimte die eerst beoogd was voor de Oostvlietpolder als bedrijventerrein gecompenseerd zou worden. Nou, dat heeft tot gevolg gehad dat we eerst onderzoek hebben gedaan. En onderzoek in het kader van Economie 071, waar wij dan in de stuurgroep ook zitten. Inventarisatie van vraag en aanbod. Dat is door STEC gedaan. In hectares uiteindelijk. En ECORIS voor de sociaal-economische achtergrond. Voor het profiel van de Leidse regio wat erbij past. Duidelijk is, zonder de regio kunnen wij de Leidse problemen niet oplossen. En zonder gemeente en zonder ondernemers kunnen we ook het probleem. En daarom doen wij mee. Alleen als we gezamenlijk optreden, krijgen ondernemers het meest voor elkaar. Voor die bedrijventerreinstrategie, onder andere. Het is een heel lang en complex en vooral intensief traject geweest. Wij als ondernemers hebben ook de gemeente kunnen overtuigen van een gemeenschappelijk meetbaar startpunt. Maar je moet ergens beginnen. En dit komt ook in de strategie tot uiting. Waar Yvonne zo het een en ander via de presentatie aan toelicht. Als inschrijving van de ondernemers is geweest, dit jaar heb ik gezegd, dan komen we pas in de uitvoeringsfase.
En die uitvoeringsfase, die is natuurlijk reuze belangrijk. Dan komen de bedrijfsterreinen zelf aan de orde qua implementatie van de strategie. De bedrijfsterreinenstrategie 2030 omvat ook in onze inbreng de volgordelijkheid. Dat is een thema waar we steeds op terugkomen. Je moet eerst alternatieven bieden alvorens ander beleid wat je wil tot uiting kan brengen. Het kwalitatief en kwantitatief compenseren van ruimte bij transformaties is geborgd in deze strategie, vinden wij. En daarom kunnen wij de strategie mede onderschrijven. Het is ook in het belang van de ondernemers om duidelijkheid te hebben. Niet alle duidelijkheid is iemand hoogjoutsend, maar duidelijkheid geeft wel een belangrijk deel. En dat betekent waarop je kan anticiperen. En ondernemers moeten natuurlijk ook kunnen anticiperen met investeren. Goedemorgen. Om verder te kunnen. De energietransitie staat voor. We hebben dat met de ondernemers ook uit de omliggende gemeenten gedaan, zodat het die ook op één lijn zit. De stuurgroep wordt voortgezet en ondernemers blijven hierin vertegenwoordigd om te monitoren en de regie van de uitwerking mede te bepalen. En dat is dus de belangrijke vraag. Wij stellen bijvoorbeeld ook een regisseur voor de uitvoeringsfase voor. We zijn er nog niet. Weet je, we staan pas aan de start. En Yvonne, zou jij het kunnen toelichten verder? Ja, dat kan ik zeker. Ja, dankjewel. Maar het zegt, volgens mij moet het voor mij wat lager staan. Ja, ik ga wel een beetje zo staan. Dus... Ik ga wel even aan je goede kant staan. Ja, dat is fijn als je op de goede kant gaat staan. Ja. Nou, goedemorgen allemaal. Welkom hier. Ik dacht, gisteren heb ik dat ook al even gedaan bij de bedrijfsdag. Ik wapper er even mee. Dit is hem nou. Dit is hem uitgeprint. Je kunt hem zo ook inkijken, maar we hebben natuurlijk altijd een link voor jullie. Ik leg hem hier in ieder geval even neer. Nou, wat is het? Ja, het is misschien net een heel klein beetje overlap met wat Nico zegt, maar ik ga er gewoon snel doorheen. Het is een stuk wat is vastgesteld door die stuurgroep. Die stuurgroep van 6 gemeenten, dat is de Leidse regio en Katwijk, en de 6 gemeenten besturen, zeg maar. En de colleges van BNW hebben ernaar gekeken en gezegd, oké, ga het gesprek maar aan met de stad, met de regio. Hij is dus nog niet vastgesteld door de colleges. We willen eerst in gesprek en het bestaat uit het hoofdrapport, dat is deze. Een bijlagerapport per bedrijventerrein. En dat is met name de een waarop we jullie willen vragen. Ga daar vooral over op reageren, want die kan nog wel een stukje verrijking gebruiken. En dat kunnen we in de komende periode kunnen we dat opnemen. En daar kunnen we dat in feite beter maken. We hebben het sociaal-economisch profiel van Ecoris. En dat was met name omdat we de discussie hadden alleen over de hectares, maar dat we zeiden, ja, maar je moet toch ook weten wat je wil zijn als regio. Hè, wat voor soort bedrijven zou je nou graag aan willen trekken? Er is nog een Leidse toelichting, hoe wij kijken naar onze stad en de functie van onze stad als centrumgemeente. En met name wordt daar ook de term metromix toegelicht. He, dat is met name dat we ook zien dat we wonen en werken op sommige plekken ook met name willen combineren. He, dat de stad en dat ook bedrijven dat vragen daar waar dat kan uiteraard. Er zit een toelichting bij op het ondernemersstandpunt. He, dat is deels wat Nico net ook heeft gezegd. En we hebben nog een conceptstrategie Holland-Rijnland. Want deze is ook tot stand gekomen omdat de provincie ons gevraagd heeft om input te leveren. Hoe kijken jullie nou aan tegen de bedrijventerreinen? Dat hebben zij aan heel Holland-Rijnland gevraagd. De Rijn- en Veenstreek heeft dat met elkaar gedaan. Die hebben geconcludeerd, nou, wij hebben best nog wat ruimte over. Leiden, kom maar door. We hebben de Bollenstreek heeft dat met elkaar gedaan. Die zeggen eigenlijk van, nou, wij kunnen heel goed de vraag die in onze regio is, zelf oplossen. En dus we hebben de Leidse regio die heel veel moeite heeft gedaan om, zeg maar, met elkaar rond te rekenen. We zouden eventueel
overloop hebben, ook in Rijn- en Veenstreek. Daar gaan we nu overigens in ons deel niet op in, omdat met name ook de ondernemers hebben aangegeven, ja, maar Alphen is best wel ver weg. Hè? Dat zien we niet in eerste instantie zitten, maar er is daar ruimte. En natuurlijk in de praktijk is het zo dat bedrijven vrij te zijn om zich te kunnen vestigen. Of dat nou bedrijven zijn die zich hier in de Leidse regio willen vestigen, of Leidse bedrijven die ergens anders willen vestigen. En die conceptstrategie Holland-Rijnland, die bevat eigenlijk de hoofdlijnen van die drie rapporten. En dat is wat er naar de provincie gaat, ook als input. Daarvan hebben wij wel gezegd van ja, luister provincie, in de aanbiedingsbrief, wij hebben dit nog niet vastgesteld. Dus dit is een eerste idee en behandelen het ook zeg maar op die manier. Het zijn afspraken en spelregels op regionaal niveau. Het is een doorkijk over de komende 10 jaar hoe we ruimtelijk dat willen doen. Maar verder is er uiteraard per bedrijventerrein nog een verdieping noodzakelijk. En dat zal ook met name in de volgende fase aan de orde komen. De volgende. De totale ruimtevraag in de 071-regio is ongeveer 47,2 à 63,5 hectare. Dat is een bandbreedte en dat zit met name ook in van de uitbreidingsvraag. Hè, bent u nou van plan uit te breiden? En dan zult u misschien zeggen, mij is helemaal niets gevraagd. Dat klopt, het is niet zo dat we aan iedere ondernemer gevraagd hebben, bent u nu van plan uit te breiden? Maar STEC heeft in het voortraject onderzoek gedaan, heeft wel degelijk gesproken met de bedrijventerreinen. En dit is wel een modelmatig verhaal. Als je kijkt naar bedrijfstakken en trends, is dit ongeveer de vraag. Vandaar ook die bandbreedte. En wat wij met elkaar gevonden hebben, is 70 hectare. Dan zou je zeggen, nou, dat is dan mooi en dat is makkelijk. Maar die 70 hectare is voor een deel ook zachte plancapaciteit. Hè, dat zijn ideeën, dat zijn mogelijkheden waar je eventueel bedrijfterreinen zou kunnen maken, maar wat op dit moment nog niet zo is. Dat geeft aan de ene kant niet, want we hebben kijken 10 jaar door. Aan de andere kant moet je het wel gaan realiseren, want anders haal je het dus niet. En dat geldt met name voor de IKEA-locatie. He, dat is natuurlijk van IKEA, maar is wel in ieder geval in Leiden-Dorp de gedachte om daar eventueel een bedrijventerrein van te maken. Het is natuurlijk Katwijk, terrein Valkenburg, een groot terrein waar we al langer over bezig zijn om daar in ieder geval ook woningbouw te realiseren. Maar daar zit ook 20 hectare bedrijventerrein in. Zoeterwoude, dat gaat over de oude potgrondlocatie. En Leiden, denken we aan de Vlietzone. En de Vlietzone is zeg maar deel. Je krijgt zeg maar de ijsbaan en het zwembad bij elkaar vanuit, kijk hier gezien, rechts daarvan, zeg maar tot aan de waterzuivering, is het idee om daar ook bedrijventerrein van te maken. Dan, de bedoeling is om voldoende ruimte te hebben voor breed gedifferentieerde bedrijven, breed gedifferentieerde bedrijventerreinen. He, dat is de wat lichtere milieucategorie. Ik zou ook een beetje wennen nog aan die terminologie. En bioscience. Daar hebben we echt voldoende ruimte voor. Dat laat zich ook wat makkelijker dicht bij woningen en woningbouw realiseren. We hebben krap aan ruimte voor matig gedifferentieerd. Dus dat zijn de zwaardere milieucategorieën. Dus boven milieucategorie 3. Er is een vraag van 10,5 en 17,5 hectare. En er is 11 hectare beschikbaar. Dus als we aan de bovenkant van de vraag gaan zitten, die 17,5 hectare, dan zit je nu daar hartstikke lastig. Dus met name daar is het goed kijken waar je dat zou kunnen realiseren. Met name ook in de Vlietzone is dat een plek waar een wat hogere milieucategorie ook zou kunnen landen. Daarmee wordt er dus nu in deze exercitie voldaan aan het convenant ruimte voor bedrijven. Ik moet zeggen, daar ben ik heel blij mee, want een tijdje geleden dacht ik niet dat het zou lukken. We hebben heel veel moeite gedaan om eigenlijk ook alle cijfers boven tafel te krijgen. En dat gaat natuurlijk over de hele regio. Iedereen moet dat aanleveren. Maar we zijn dus, we hebben voldoende ruimte zoals het er nu uitziet. Maar goed, zachte plancapaciteit moet wel echt gerealiseerd worden. We maken nog verdere afspraken met Katwijk. Dat heeft te maken natuurlijk met Valkenburg, dat deel. En we moeten echt met elkaar gaan kijken, wat moeten wij nou doen als Leiden? Wat kunnen we doen om daar die hectares te realiseren? Nou, net al gezegd,
Het is op regionaal niveau. Nu moeten we in feite afdalen naar de inhoud. Nou, deze hier ga ik zo maar heel snel voorbij, want dat is voor jullie niet te volgen. Het is best wel een beetje een ingewikkeld schema, maar hier staan alle locaties met alle vervangingsvraag, alle nieuwe locaties. Als u nou zegt, ik kom daar niet uit, ja, dan verwijs ik toch echt ook even naar Niels om u daarbij te helpen. He, want dit is wel het hele schema met alle hectares, wat, waar, wie. Ik wou het zeggen, alle ballen op Niels. Ja, Niels, ja. Wist het nog niet, maar dat is het. Voor de rest, wij zeggen tot 2030 worden er geen andere bedrijventerreinen getransformeerd dan die in deze strategie zijn genoemd. Dus dat betekent dat alle woningbouwplannen die we hebben in Leiden, die zijn bekend. Die kent u al. Dan moet je denken aan het pilotgebied, zoals we dat noemden, in het stukje Rooseveltstraat. Bijvoorbeeld het Veilingterrein, Lammeschans wordt woningbouw gepleegd, maar er komen dus geen nieuwe locaties bij. En tot 2030 wordt daar ook geen onderzoek naar gedaan, naar transformatie van matig gedifferentieerde bedrijventerrein. Dat zijn weer die bedrijventerreinen met een wat hogere milieucategorie. Dus dit is wat het is. En ook bestaande bedrijven mogen blijven zitten waar ze nu zitten en die worden niet actief uitgeplaatst. Hè? We gaan desnoods wel in gesprek, maar wij zeggen niet, u moet weg. Dat is nadrukkelijk, wil ik dat hier benadrukken. En de huidige stuurgroep van de bedrijventerreinenstrategie, dus dat is in het kader van Economie 071, die blijft ook zeg maar intact. Hè, dat zijn de wethouders van de deelnemende gemeente, maar ook de vertegenwoordigers van de ondernemers. En wij gaan drie keer per jaar bij elkaar komen, om dit proces ook te volgen. Hè, om te kijken, lukt het nou om die transformatie door te zetten? De transformatie niet naar woningbouw, maar of er voldoende wordt gerealiseerd van die harde plancapaciteit. Als zich dingen voordoen, kunnen we dat in die stuurgroep kunnen we dat met elkaar bespreken. We zien het dus inderdaad, Nico zei het al, dit ding is niet het eind. Het is niet zo, jongens, we zijn klaar. Dit is in feite het begin. Nu gaat het beginnen om ook die ruimte te realiseren om die sterke economische regio ook te behouden. Nou, we hebben ook gezegd van ja, maar ja, je kijkt over 10 jaar, dat is best een tijd. Hè? Als we nu 10 jaar terugkijken en je kijkt naar de kaart van Leiden, is er ook een hele hoop gebeurd. Als zich dan onvoorziene omstandigheden voordoen, waardoor er toch een verzoek komt tot transformatie, dan gaan we daar met elkaar over in gesprek. Het is dus niet zo dat wij als gemeente, daar committeren we ons hiermee aan, dat we zomaar zeggen, ja jammer jongens, nieuw inzicht, we gaan het anders doen. We gaan dan echt met elkaar in gesprek. En als dat komt, dan moeten we dus ook kijken naar schuifruimte. En in dat soort gevallen moet er dus ook eerst fysieke schuifruimte worden gecreëerd voordat die transformatie kan worden ingezet. We vinden allemaal dat de stuurgroep daar een belangrijke rol in speelt. Nou, volgens mij eerst gezegd, wordt getransformeerd. De opvanglocaties van zacht naar hard. We hebben ook gezegd, in principe moet je eerst binnen je eigen gemeentegrenzen kijken. En dan ook weer hetzelfde aantal hectares en hetzelfde type moet terugkomen. Als dat niet mogelijk blijkt, dan bij voorkeur binnen de 071 regio. Ja, is dat dan niet mogelijk, dan kun je nog wel verder kijken. Maar in principe hebben we daar hier gezegd, we kijken echt binnen die regio. Nou, dan hebben we een mooi plaatje. Daar ga ik denk ik ook zo snel voorbij, maar die kunt u goed kijken. Hier staat in feite alle informatie op met elkaar. Waar de bestaande bedrijven terrein zijn. Waar er woningen worden toegevoegd, waar de transformatie is en mogelijke nieuwe terreinen. Dus die moet u gewoon rustig bekijken. In het perspectief. Er zijn een aantal maten gedifferentieerd. Dat betekent dus dat zijn de wat hoge milieucategorieën. Dan hebben we het over Roomburg, hebben we het over de Westwal en Kenauweg, Meerwijk, de Halle en de Waard. De breed gedifferentieerde. Ik mis hier dan nog overigens een stuk Rooseveltstraat, denk ik. Oh, dat zit wel op. Breed gedifferentieerd is Rooseveltstraat Oost en Rijn en Reel. Dat is het deel van de Amforaweg. En we hebben natuurlijk het Bioscience Park.
En wat we daar gaan doen is eerder proberen te intensiveren en te verdichten van de campus. Ook omdat we in het buitenland gezien hebben dat eigenlijk daarmee nog veel dichter bij elkaar zit. Zodat ook, ja, zoals we het noemen, het ecosysteem elkaar verder kan helpen qua bedrijven en qua onderzoeksfaciliteiten. En we gaan wel short stay, zeg maar, voor studenten en onderzoekers aan de zijkant van het nieuw Zijnspark toevoegen. Oké, daar kwam die. Breed gedifferentieerd met wonen is de Lange Schans. Hè, daar volgen we ook de ontwikkelstrategie. Er wordt geen perifere detailhandel, dat is de afkorting van PDV. Daar komt geen uitbreiding, maar we gaan wel woningen toevoegen. We hebben de veilingterrein en de fruitbuurt. Daar gaan we een functie mee doen met woningen. Maar daar wordt wel het aantal vierkante meters bedrijventerrein wordt daar behouden. Of bedrijven wordt daar behouden. Bij Rijn en Reel, daar is onderzoek naar transformatie. En we hebben het deel van het Werningterrein. Daar is functiemenging van woningen met bedrijven. De Rooseveltstraat, even heel specifiek. Rooseveltstraat Oost blijft bedrijventerrein. En dat is het stuk wat het dichtst tegen het water aan ligt. Rooseveltstraat West is het pilotgebied. En ook Rooseveltstraat Trekvliet, hè, dat is aan de overkant van het water, waar zeg maar onder andere Sport City zit. Die volgt de ontwikkelstrategie, namelijk woningen toevoegen. Maar wel hetzelfde aantal vierkante meters voor bedrijven blijft. Alleen is het dan een wat lage milieucategorie, dus die compenseren we wel. Maar per saldo betekent dat dus meer vierkante meters. Ik kan me voorstellen dat u ondertussen denkt, wat een cijfers allemaal, maar allemaal terug te lezen. Even over het proces kort. Vandaag is de bedoeling, zoals we dat genoemd hebben, een warme overdracht te doen. We hadden u ook kunnen zeggen, daar zijn de stukken. Maar ik denk dat het soms misschien niet zo heel makkelijk in één keer te vatten is. Dus vandaar dat we even dit moment creëren om ook de eerste vragen te stellen. Het is niet zo dat u nu met mij de discussie moet voeren en that's it. Nee, we gaan in januari gaan we een aantal informele bijeenkomsten doen per gemeente. En dat is het moment waarop er ruimte voor discussie is en suggesties. Daar gaan we echt met elkaar erover in gesprek. He, dus ik kan me ook voorstellen dat u per bedrijventerrein misschien denkt van nou laten we met elkaar eens nadenken wat we daar graag in zouden willen hebben. We gaan nu het eerste concept van Holland-Rijnland, van Holland-Rijnland naar de provincie Zuid-Holland sturen. Daarna worden de uitkomsten besproken in de stuurgroep. Dus er komt dan een gewijzigd stuk met alle verrijking wat we opgehaald hebben uit die informele bijeenkomsten. En daarna komt er nog een formeel inspraaktraject. Dus we hebben eerst een informeel stuk, daarna een formeel stuk waarbij u echt kunt indienen. U kunt dan, uw inspraak geven. Daarna gaan wij als colleges gaan we het echt vaststellen. Dan zeggen we dit wordt het. Nu hebben we er alleen kennis van genomen. En dan wordt hij naar de gemeenteraad gestuurd. Dus dat is het moment waarop we de inspraakreacties dan ook formeel meenemen. Daarna wordt hij behandeld en kunt u nog een keer inspreken in de commissies als u dat zou willen. Dus er vindt nog echt ruimte plaats voor u om er iets van te vinden. Als ik het mooi vind, mag u dat ook zeggen. Dat wil ik er gelukkig ook bij zeggen. En daarna wordt de strategie verzonden naar Holland-Rijnland. Dan nog even over het uitvoeringsplan. Van, wat mij betreft is dat namelijk echt waar we nu al mee moeten beginnen. Echt al kijken, oké, wat kun je dan nu al? Er wordt een uitvoeringsplan opgesteld. We noemen dat dan SMART, maar dat betekent dat er gewoon helder in staat wat je gaat doen. En dat je elkaar ook eraan kunt houden aan aantallen. Ieders rol wordt daar ook in benoemd. Hè? Wie doet wat? Ook de rol van de ondernemers. Wat vragen we nou van de ondernemers? Maar ook andere onderwerpen. Duurzaamheid vinden we belangrijk. Dus ook de energietransitie. Ja, we zijn bijvoorbeeld nu al met Roomburg daar heel ver in om te kijken wat je daarin in kan. Circulaire economie, dat je ook kijkt wat doe je met je grondstoffenstromen. Kun je daar iets voor elkaar betekenen?
maar ook klimaatadaptatie. Hè. We worden steeds warmer. We hebben ook gezien uit de klimaatstresstesten dat met name bedrijventerrein echt ook een soort hitte-eilanden zijn. Nou, daar kun je mooi gebruik van maken in je energietransitie. En natuurlijk ook, hij staat hier niet op, wel mobiliteit, duurzame stadslogistiek. En dat we echt kijken, hoe kijk je nou naar ontsluiting, naar logistiek? Kun je dat op een andere manier doen? Kun je ook zeker als je richting de binnenstad moet, dat eventueel met overslagpunten en kleiner vervoer gaan organiseren? Maar ook groen en biodiversiteit. Suggesties zijn welkom, staat er. Daar is alle ruimte voor. We gaan ook iets zeggen over welke taken en bevoegdheden een regionaal makelaar, regisseur zou kunnen hebben. Dat zijn we nu echt aan het onderzoeken, zijn aan het kijken bij andere bedrijventerreinen. Hoe doen zij dat? Dus echt een persoon die heel erg kijkt, oké, wat willen bedrijven? Welke bedrijven willen er naar een andere plek? Wie wil er uitbreiden? Welke kansen zijn er? En dat op regionale schaal, dat we dat veel meer gaan regisseren. Want nu doen we dat gewoon niet met elkaar. Ik denk een hele belangrijke. Daar zijn wij en de ondernemers het wel over eens dat we dat graag zouden willen. En dan afspraken over monitoring. En ik weet, Nico, ga jij er nog iets over zeggen? Jullie hebben dinsdag ook een uitstapje gemaakt om je te oriënteren. Ga jij iets over zeggen? Ja, daar zeg ik er niks over. Cliffhanger. Vooruitblik over de informele bijeenkomsten. Over alles valt te praten. Je kunt van alles inbrengen, maar qua cijfers en de gemeentelijke onderhandelingen qua plekken, dat wordt wel een complexe. Als u tegen mij zegt, wij hebben liever niet Valkenburg, liever niet Vlietzonde, dat snap ik. Maar dat zal heel lastig worden. Tenzij met een hele goede argument om dan te zeggen, oké, laat maar zitten, want dat zou betekenen dat we weer met elkaar terug naar de onderhandelingstafel moeten. Dat wil ik in ieder geval wel meegeven aan de voorkant. We willen vooral ook echt kijken naar de diepte in per bedrijventerrein. Hebben we het nou goed opgeschreven en wat moet er nog meer bij? Deze heb ik denk ik net genoemd. Dan ben ik aan het einde van mijn presentatie. En dan nog even ook een persoonlijke noot. Dit was in feite getrokken door Willem Joosten ook. Die was afgelopen maandag is daar natuurlijk het college gevallen. Ik heb dat nu overgenomen, een stuk trekker, maar ik vind het heel fijn dat Leiden-Dorp in ieder geval ook gekozen heeft om dit wel verder te brengen, want anders had het gestopt. En we zijn heel blij dat we nu met jullie in gesprek kunnen. Ik ben ook blij met eigenlijk de eensgezindheid die wij op dit moment hebben met de ondernemers. We hebben er ook zin in om met elkaar echt aan de slag te gaan om ook te zorgen dat je over 10 jaar een economisch sterke regio bent. En we zijn het niet altijd eens en het lijkt nu misschien allemaal pies en tree, maar we hebben echt stevige gesprekken gevoerd en daarom ben ik des te blijer dat we nu met elkaar zeggen, mensen, dit is het. Dus ook, ondernemers, bedankt dat we zo ver zijn gekomen. Nico, dan mag ik jou weer het woord geven. Waar het om gaat is, en Yvonne zei dat, we hebben diepe discussies gehad over de cijfers die zij tegen het licht gehouden. We hebben grote verschillen in het begin gehad, we hebben die later laten toetsen en we zijn er onderling uitgekomen om daar een startpunt mee te maken. Van, zo zit het in elkaar en die cijfers die zijn niet voor eeuwig vast, want die veranderen, vraag verandert afhankelijk van de economische groei, maar zoals die nu ligt zijn dit de veranderingen. En onze doelstelling is om gemeenschappelijk het traject verder in te gaan. En als je aan tafel zit, kom je ook eerder in aanmerking om je inbreng gehonoreerd te krijgen dan als je dat niet hebt, als je niet aan tafel zit. En we willen niet per se aan tafel zitten, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we gemeenschappelijk vooruit willen. Ook ondernemers zijn zeer maatschappelijk. Ook ondernemers willen woningbouw in onze regio.
Want waar moeten onze werknemers dan anders wonen? En we moeten onze werknemers niet te ver van onze ondernemingen hebben. Want dat is niet goed. Dan gaan ze ergens anders werken. Of gaan ze niet hier naartoe komen ook. Of niet blijven hangen als ze van hun scholen afkomen. Dus het gaat erom dat het een integraal project is. En dat betekent niet alleen bedrijventerreinen, dat is ook onze aandacht voor scholing, voor parkeerbeleid. Hè. We moeten ook niet een parkeerbeleid hebben dat ondernemers gaan pesten om weg te gaan, zodat er woningen ter plaatse kunnen komen. We moeten ondernemers ook kansen bieden als er wel woningen bijgekomen zijn, maar dat niet die woningen dan zeggen van de bewoners van die woningen van ja, jullie moeten je bedrijf minder geluid maken, sluiten of wat dan ook, dat je je investering niet voort kan zetten. En wat we ook gaan doen, en daar zijn we nog in de beginfase, is het project heeft natuurlijk toch schuurpunten. Ja? Schuren, wat schuurt er bijvoorbeeld? Dat is als je gaat verhuizen als bedrijf, wie betaalt dat dan? Hè? De ondernemer zelf ook natuurlijk, maar zijn er middelen, we zijn nu aan het onderzoeken in de provincie, maar ook daarbuiten, of er fondsen mogelijk zijn die daar een subsidie bij kunnen bijgeven. Dat is een initiatief waar geen garantie op de uitkomst zit. Dat moeten jullie ook zeggen. Maar we zijn wel bezig om te kijken of dat een mogelijk alternatief is. We zijn bezig met, we zijn met een groepje ondernemers van VNO, NCW en ambtenaren, Niels onder andere, naar de OMU gegaan. De OMU is de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht. En die proberen, met, gefinancierd door de provincie in een revolving fund, aankopen te doen waardoor kansarme ontwikkelingen tijdelijk gefinancierd kunnen worden, waardoor er een bestemmingsplan mogelijk is. Dus ondernemers kunnen dat niet zelf financieren. Banken zijn zeer terughoudend als er geen bestemmingsplan is. Dus een bestemmingsplanwijziging creëren, waardoor die schuifruimte waar we het over gehad hebben ook mogelijk zou zijn. Allemaal initiële fase. Maar dat zijn de zaken waarin wij in dat hele project, en ik wil niet zeggen dat het 10 jaar gaat duren, maar het is voor 10 jaar, moeten we steeds nieuwe impulsen geven. En daarvoor zitten we in die regiestoel ook, in dat monitoren van het proces, om daarbij bijdrage te doen. Algemeen, wij denken dat hierdoor duidelijkheid is geschapen, niet op het laagste niveau. Er is altijd meer duidelijkheid nodig en dat gaan we ook per bedrijventerrein creëren. Maar het is, het is duidelijkheid in de zin van waar staan we voor, wat is onze strategie als gemeente en ondernemers. En we proberen dat zo veel mogelijk gezamenlijk te doen. En dat, ik heb daar vertrouwen. Dat was hem, hè? Vragen. Ik stel voor om de vragen even op te knippen, want dit was een college voor jullie. We gaan even terug de schoolbank in. Voor sommigen is dat heel lang geleden, voor sommigen misschien heel kort. Maar ik denk dat we eerst even wat vragen moeten stellen over de presentatie. En daarna graag een rondje vragen die gaan over je eigen bedrijfsterrein en je eigen onderneming. Waar het jou raakt, dan als je een voorbeeld nodig hebt. Ik wil wat in de algemene zin zeggen. Nee, mag ik? Ja, nou, neem nou even het woord gaan. Ja, dat kan je doen, Ruud, maar dat wil ik liever niet. Nou, Ruud. Maar ik wil niet geregistreerd worden. Nee, maar dat gaan we als wel doen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Om in de tijd ik wil allereerst complimenten maken voor het feit dat dit nu op tafel ligt. Complimenten aan de gemeente en complimenten aan de ondernemersorganisaties. Want dan zijn we eindelijk af van het achterbakse manier van werken van de gemeente. Het is nu open, het is eerlijk en we kunnen er allemaal op inschieten. En een compliment. Top. Top. Nou, goed om te horen. Dankjewel, Ruud.
Zijn er vragen over de presentatie, over de inhoud? Ik heb hier een microfoon, kom ik naar je toe. Ik wil er één huishoudelijke mededeling bij vertellen. Er zitten ondernemers in de zaal, er zitten ambtenaren in de zaal, er zitten raadsleden in de zaal. En Chris is er, van de Sleutelstad. En die registreert dingen, dus weet dat met wat je zegt. Ik wil het toch wel even zeggen. Zijn er vragen over de inhoud, waarbij ik jullie wil vragen om te zeggen wie je bent, namens wie je hier zit, en dan de vraag. Dan weten we gelijk mee afstappen. Ja, goedemorgen, ik ben Heimer van der Vliet. Ik was ondernemer op het industrieterrein Waard. Ik ben ook in het bestuur van de ondernemersvereniging. Dat vervul ik de rol van penningmeester. Ik ben intussen wel van huis in Roodschot staan. Ik ben nog wel steeds penningmeester bij de Waard. De enige vraag die ik heb is dat in eerdere trajecten waarbij we geconstateerd zijn door de STEK heel duidelijk naar voren kwam dat er echt veel te weinig ruimte was. Zelfs op die drie Hollands Rijnland. En nu zie ik toch dat we een vraag hebben tot ongeveer 67 hectare, waarbij er 70 beschikbaar is ineens. Ik hou toch mijn reserves bij die getallen, het spijt me. En wilde ik toch even meegeven dat ik daar toch nog bezorgd om ben. Heb je daar ook nog vragen over? Nou nee, maar er komt nu een stuk naar voren waaruit zou blijken dat ineens alles wel zou passen. En ik ben toch bang dat dat een beetje toegerekend is naar hetgeen wat we nodig hebben. Wie mag het uit? Ik ken dat ook, dus zo, toen ik begon lag het er zo voor dat ik echt dacht, nou, dat wordt een mooie opdracht dan zo met elkaar. Vervolgens zijn we dus echt heel intensief met elkaar aan de slag gegaan en iedereen heeft in feite de kasten leeg moeten halen, alles op tafel moeten leggen. En daar bleek aan de ene kant dat er dus meer vraag was, want ook die vraag is hoger dan waar STEK in eerste instantie mee kwam. En aan de andere kant, doordat we ook echt hebben gekeken naar nieuwe terreinen, hè, bijvoorbeeld zo'n Vlietzone, is daarvoor niet meegerekend. IKEA-locatie is daarvoor niet meegerekend. Dus we hebben echt gezocht naar nieuwe plekken. En gelukkig bleek het uit te komen. Ik durf wel te zeggen dat een maand of twee, drie geleden waren we nog steeds in de veronderstelling dat we het niet gingen halen. Dat wij moesten zeggen ook als gemeente, mensen, we hebben echt alles uit de kast gehaald. We gaan het gewoon niet halen. En uiteindelijk bleek het toch te kunnen. Dus er is geen sprake van dat we rondgerekend hebben. En de ondernemers hebben ook in dat proces in die werkgroepen mee kunnen kijken. Dus anders zouden zij ook in het complot zitten. En dat denk ik niet. Mag ik hierop reageren? Ik kom even mee toe, Rut. Nou, ik heb een luide stem hoor. Nee, ik heb het niet nodig. De vervangingsvraag, want daar gaat het uiteindelijk, die is geprognostiseerd. Dat betekent, dat is niet hard, dat is terecht dat meneer Van Vliet hier een opmerking over maakt. Waar het mij om gaat is, je zou individueel elke ondernemer op die bedrijventerreinen moeten benaderen in kader van je wens, ruimtelijke ordening wens, en dan moeten kijken wat de vraag is. En dan zou je schrikken, want dat zijn veel meer hectares als dat je denkt. Ik wil heel graag even Nico het woord geven, want we hebben het hier natuurlijk over de rol eventueel van een regisseur, hè, om zachte plannen hard te maken en hoe we daarover hebben gesproken in dit proces. Ik had dezelfde insteek. Het is als je begint met een groot tekort, hoe kan dat dan tot een break-even komen? Dat hebben we met onze VNO, NCW en ook met de ambtenaren heel nadrukkelijk besproken. We hebben onze kritische vragen ook gesteld. En toch zijn we tot de conclusie gekomen, ook omdat er nieuwe ruimte toegevoegd is, ja, dat het haalbaar is. Maar het is voor een belangrijk deel afhankelijk in de ontwikkeling van de zachte ruimte om die hard te maken. En daar moeten we nu onze insteek op concentreren. Want het gaat erom dat, en daarom zeg ik, we staan aan het begin. Ja? We zijn niet ingepakt of zo. Zo steek ik niet in elkaar.
En wij zijn het op reële termen zijn we het eens. Maar het is allemaal toekomstrijk, natuurlijk. Wat is de vraag? Wat is de toekomstige vraag? Want als je nu aan iemand vraagt van hoeveel heb je nodig, dat kan morgen, als er iets andere economie is, anders zijn, of als hij een andere alternatieve locatie heeft gevonden. Het gaat daarom dat dat inventariseren van de vraag ook, dat moet je voor een deel ook trendmatig doen. Je moet analyseren, niet op basis van nu is de vraag zo groot, want dat wil over een periode van 10 jaar ook niet anders zijn. En we gaan echt aan de bak. En we hopen op jullie inbreng ook. Hè? Want het gaat er niet om dat wij als vertegenwoordiging van de ondernemers het allemaal zeggen. Het gaat erom dat wij goede feedback krijgen van onze leden. En dan kunnen we een reëel toekomstplaatje maken. Mag ik daar nog iets anders over zeggen? Want vierkante meters, hectares is natuurlijk één. Maar er zijn nog meer vestigingsfactoren waar je aan moet werken, wil je kunnen groeien. Bijvoorbeeld voldoende personeel. Ook daar werken we aan, met een human capital agenda. Ontsluiting. Je kunt wel een terrein hebben, maar als je er niet kunt komen, heb je er ook niks aan. Dus ook de ontsluiting van de terreinen is een hele belangrijke. Dus die vierkante meters is er één. Maar ook op die andere onderwerpen zullen we ook met z'n allen aan de bak moeten. Dus vandaar misschien de focus ligt nu op die hectares en vierkante meters. Maar eigenlijk zouden we liever zien van wat heb je nou nog meer nodig om goed te kunnen ondernemen. En daar ook aan te werken. Want uiteindelijk is de ruimte ook in Leiden echt een keer op. Dat weten we. We gaan qua woningen gaan we steeds dichter bouwen. We zoeken ook naar verdichting op de bedrijventerreinen zelf. Kun je bijvoorbeeld de hoogte in. Dat hebben we ook aangegeven om daar meer mogelijkheden voor te geven. Dus we moeten slimmer omgaan met de ruimte. Dat is op elk terrein is dat zo. Of je het nou hebt over energietransitie, wonen, werken. Dus volgens mij moeten we ook breder kijken dan alleen die vierkante meter. Is het daarmee ook denkbaar wat Ruud vraagt van om dat actief in kaart te brengen, dat dat onderdeel gaat uitmaken van zo'n uitvoeringsplan? Want dat is een concreet je vraag, hè? Haal het net op, dan weet je wat de wensen zijn van ondernemers. Eventueel willen ze verhuizen, uitbreiden. Dan heb je ook een goede business case. Ik was vertegenwoordiger voor het bedrijfsleven in de Kamer van Koophandel. En waar wij vroeger de Kamer van Koophandel in Leiden hadden. Waarbij, en die deed daar onderzoek naar elke keer. En dat betekende aan het begin of het einde van het jaar kon je een hele enquêtelijst invullen. Met wil je verhuizen, is er behoefte, is dat of zo. En dat was een hele lijst die je toen kon invullen. En op basis daarvan kun je veel preciezer kijken wat wel en wat niet mogelijk is. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. En ik heb elke keer gezegd, je moet individueel al die ondernemers op al die bedrijventerreinen gaan benaderen. En dan pas krijg je een goed beeld. En ik denk dat 70 hectare is een fractie. Ik denk dat er veel meer vraag is. Dat denk ik. Nou, daar wil ik twee dingen op zeggen. We weten ook dat dat soort onderzoek, als je een ondernemer vraagt van goh, zou we willen uitbreiden en met hoeveel vierkante meters misschien, dat ook een enorm getal gaat opleveren waarvan het ook de vraag is hoe reëel dat daadwerkelijk is, dat is één. Ten tweede denk ik dat dit voor de regisseur waar we aan denken, dat juist de persoon is die heel erg in kaart moet brengen ook van oké, waar zitten die bedrijven, waar willen ze dan heen, waar zitten de kansen. Dus dat is iets anders dan dat je elk bedrijf gaat uitvragen wat zou je willen. Maar er zijn natuurlijk best, ik bedoel wij kennen natuurlijk echt wel een deel, waarschijnlijk echt niet alles, maar een deel van de wensen van bedrijven. We weten waar bedrijven krap zitten. Dus ik zou zo'n regisseur moet daar volgens mij gewoon gaan beginnen. Maar wat je dan krijgt is dat er voorkeursbehandelingen komen. Dat betekent dat waar u met uw college wil bouwen, dat daar die mensen die eventueel in de weg zitten, een voorkeursbehandeling krijgen ten opzichte van die andere bedrijven die dat niet hebben. En dat vind ik oneerlijk. En dat zeg ik nu maar gelijk. Dus het moet niet zo wezen dus dat, bij wijze van spreken, een bedrijf die op een mooie woonlocatie zit, door de gemeente onderhands, want daar houdt niet van, onderhands naar een ander terrein wordt verhuisd en dat al die andere bedrijven het nakijken.
Nee, ik hou van een open en eerlijk verhaal. En dat heb ik net al gezegd in het begin. Complimenten voor het feit dat dit verhaal er is. Maar wel zo doorgaan dan. Ja, nou daar hou ik ook niet van. Zeg maar onderhands en allerlei dingen ritselen. We weten natuurlijk welke plekken er nu woningbouw zullen worden. Dus dat is gewoon bekend. En we gaan geen enkel bedrijf verplicht verplaatsen, hebben we ook gezegd. Ik denk dat hoe zometeen die regisseur te werk gaat, dat moeten we met elkaar nog uitvinden. En die opdracht moeten we nog geven. En ik denk dat deze mooie notie is. En ook de uitnodiging zeg maar naar jullie toe, want dit is natuurlijk al een volstap. Dit gaat over de strategie, hoe ga je nu verder? Om daarover mee te denken hoe je dat doet. De volgordelijkheid die aan tafel is besproken, zoek eerst de ruimte. Jullie hebben ruimte nodig om te kunnen ontwikkelen. Vind die ruimte, die is gevonden. Ja, die moet nog, is nu nog in veel gevallen een weiland of iets anders. Dat moet nog iets gaan worden. Dus, en daar is de regisseur wat ons betreft als eerste mee bezig. In de tweede instantie van, ja, wie wil je dan allemaal, of in ieder geval, wie wil daar dan gaan ondernemen? De volgende vraag, even je naam, achtergrond. Ik ben Delabie, ik ben ondernemer in het pilotgebied, de Roosendaal. En ik wil toch even zeggen, ik vind het een win-win situatie, woonwerken. Het aantal vierkante meters werkgebied blijven staan en de comfort komt erbij. Ik ben heel veel huurders kwijtgeraakt in de afgelopen jaren omdat het niet bereikbaar was. De mensen moesten van verkopen, ontslag genomen of ze gingen naar de zilvermijn, over die kant. Ik heb heel veel leegstand gehad, dus ik zou er heel blij mee zijn in ieder geval. Vooral dat stukje pilotgebied, de Roosendaal staat best. Dat wil ik even zeggen, ik vind het heel bij een mooi idee. Nou, mooi. Ja. Nog een compliment. Ja, dat ik zeggen. Jullie daar nog op reageren of is dit, zat niet echt een vraag in? Nee, dat is wel positief. Zijn er voor de rest nog vragen over de presentatie, de inhoud van de presentatie? Tuurlijk. Hoeveel heb je dan nog? Want ik hoorde Yvonne ook zeggen op een gegeven moment, als we naar de plekken kijken waar we de mogelijkheden zien, dan is dit wel wat het is. Dan gaan we niet meer veranderen, want dan moeten we helemaal terug naar de tekentafel. Dat vind ik niet zo'n hele prettige opmerking, want dat betekent eigenlijk dat we het wel moeten doen met de kaders die nu al liggen. Dus veel meer ruimte is er dan niet. En dat vind ik een beetje jammer. Ik kan nu de suggestie wekken van kom maar door en we gaan het helemaal anders doen. Dat is gewoon niet zo. Maar ik wil ook zeggen, als daar op een gegeven moment een briljant nieuw idee in zit of wat er nou komt. Ik bedoel, niemand is tot domheid gehouden. Dus ik bedoel, dan moet je het meenemen. Maar ik wil wel aan de voorkant gewoon meegeven dat die speelruimte gewoon heel klein is. Ik heb een briljant idee. Wat fijn dat je in ieder geval op je eigen idee zegt. Die had ik al jaren geleden. En dan was in de tijd de politiek het mee eens dat we de Oost-Rivolder zouden bestemmen voor een bedrijventerrein. En wat ik nou zo heel erg jammer vind, dat we niet met elkaar in staat zijn dat stukje wat ooit bestemd is voor bedrijventerrein, wat door D66 is weggekaapt op basis van electorale winsituaties, dat de politiek niet in staat is de handen op elkaar te krijgen en enge partijpolitieke zaken doet in die gemeente en niet die Oost-Rivolder vrijmaakt voor het bedrijfsleven. Ik heb een briljant idee, waar 30 hectare en dan zijn we een stuk verder met ons product. Ik geef graag Nico even. Ik ben ermee begonnen met het convenant. Wij hebben dat als uitgangspositie genomen, omdat op dit moment de politieke realiteit heel eenduidig is. Het is niet bespreekbaar. En dan kan je zeggen van ja, wij willen alleen de Oost-Rivolder in plaats van al die andere kleintjes erbij. Maar daar komen we niet verder mee. Als het staat, Oost-Rivolder staat nog wel op de hele lange lijst, dus dat hebben we ook gezegd. De Oost-Rivolder is, als er een politieke situatie komt waarin het weer mogelijk is, dan zou het weer bespreekbaar kunnen zijn. Ja? Dat hebben we wel naar voren geschoven, maar we moeten ervan uitgaan. Zeker met dit college en ik denk dat als die partijen een beetje consistent zijn, en dat moet de politieke partij ook tegenwoordig,
dat je daar niet verder mee komt. En dat moeten we ook accepteren. En dat hebben we eigenlijk gedaan, Ruud. Nee, dat moet je niet accepteren. We hebben het niet geaccepteerd doordat het wel in het boekwerk staat, als laatste mogelijkheid, zeg maar. Maar we kunnen op dit moment daar niet verder mee. En wij zouden dat natuurlijk wel willen, want dan is het probleem veel makkelijker en eerder opgelost. Ja, snel opgelost dan. Ja? Maar zover komen we niet. En ik heb dat thuis ook wel eens, ik krijg ook niet altijd gelijk. Ik kan me haast niet voorstellen, Nico. Ik geloof er helemaal niks van. Ja, dat was. Ja, ik ga zeggen wat je denk al weet. Wij kiezen er niet voor. Hè. Die Oostenpolder die is groen, die blijft groen. Zeker ik en mijn partij staan daar al heel lang voor. Deze coalitie ook. Hè, ja. Kan het op een gegeven moment zo zijn dat er andere partijen een meerderheid hebben in de raad, ja, dan kan het sowieso anders zijn. Maar in ieder geval nu hebben we al echt een fix aantal jaren de consistente lijn dat we dat deel als een groene buffer houden, ook zeg maar voor de inwoners van Leiden. Dus dat was inderdaad het uitgangspunt waar we mee over in gesprek zijn gekomen. Hebben we naast Ruud en eindelijk iemand een vraag aan Frans? Ja, dankjewel, Frans Joris van de Volk Leiden. Voor wie het niet wist. Ik heb een vraag over het aantal woningen dat gebouwd gaat worden. Er moeten zo'n 10.000 woningen bij komen. En volgens mij gaan er ook wat stukjes terrein opgeofferd worden voor woningbouw. En ik vraag me af of wij met het aantal vierkante meters dat we nu bestemmen, de ruimte die er is, of we straks voor die 10.000 woningen, die mensen die daar gaan wonen, ook wel werk hebben in deze stad. Of moet ik dan uitwijken voor werken naar de omgeving? Nou, we gaan 8500 woningen bijbouwen en 2700 studentenwoningen. Dat is voor een groot deel al harde plancapaciteit. En we weten waar die woningen komen. Die vind je ook in de omgevingsvisie, verstedelijkingsnotitie. En dat zijn de plekken die ik net noemde. Hebben we voldoende werk? Nou, we weten natuurlijk dat er ook een grote uitgaande pendel is van onze grote, ook voor een deel hoger opgeleide bevolking in Den Haag, ook Amsterdam werken. Hebben we voldoende werk? Op dit moment is er nog een overschot aan vacatures. Dat zien we ook eens in de hele regio. En we hebben ook gezien dat in de afgelopen jaren er geen vierkante meter bedrijventerrein is bijgekomen, maar dat er wel 10.000 banen zijn gegroeid. Dus we doen het relatief goed aan de Leidse economie. Dus ik denk, ja, dat we werk hebben. Ik denk dat we wel moeten kijken voor met name ook mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, dat je daar ook voldoende werk voor hebt en houdt. Hè, want dat zijn ook Leidenaren die hier wonen. En het zijn niet alleen maar hoogopgeleide banen, maar juist voor die kant, daar ben ik natuurlijk vanuit mijn andere pet, werk en inkomen, zijn we daar ook mee bezig om te kijken hoe je daar juist banen kunt creëren. Heel goede vraag, Frans. Het gaat net als bij hier de bedrijfsterreinen en hectares. Het gaat niet alleen om hectares, het gaat ook om de kwaliteit. Ja? En in sommige sectoren is er een grotere vraag en daar kunnen we niet aan voldoen in de arbeidsmarkt en andere misschien wel. Wat heel belangrijk is voor de economische vitaliteit is dat we een diversere economie krijgen. Ja, diversere sectoren actief. En in Leiden zijn het eigenlijk niet veel sectoren. We hebben het Bioscience Park, we hebben de universiteit als grootste werkgever, maar we moeten ook onderaan gaan groeien met sectoren die kansrijk zijn. De hele energietransitie is een zeer kansrijke sector. En daar moeten ook nieuwe bedrijven en bestaande bedrijven de gelegenheid geven om te groeien. We hebben nog ruimte voor twee vragen. Ik kijk even in die hoek als raadsleden. Hebben jullie nog iets waar zou je wel op willen reageren? Want je bent hier naartoe gekomen. Ja. Je vindt het uiteraard reuze interessant. Ja, en wat valt je op? Dankjewel. Mijn naam is Tine Kleven. Ik ben van de Partij van de Arbeid met economie in de portefeuille. Nou, wij hebben Yvonne af en toe redelijk
strikt toegesproken van kom nou eens op met die bedrijvenvisie. En Yvonne zei de hele tijd, geef mij nou even de tijd, want ik ben goed in gesprek met die ondernemers. En ik vind het heel mooi om te zien dat er ook inderdaad zoveel ondernemers in de zaal zitten. En dat er dus nu ook een stuk ligt waar we verder mee kunnen. En ik vind het ook heel mooi dat er ook gepleit wordt, niet alleen voor die vierkante meters, want ik ben toch een PvdA. Dus ik vind het ook heel mooi dat er gekeken wordt van, nou wat doen we nou met die arbeidsmarkt? En hoe gaan we zien dat we ook die mensen die misschien wat minder kansrijk ook mogelijkheden kunnen bieden. Dus dat is wat ik even mee wil geven. Dankjewel. Nou, dat is heel mooi. We merken ook dat binnen de Partij van de Arbeid de ondernemers steeds meer in trek zijn. Ja, dat is een mooie afsluiting. Dames en heren, dit was hem. Ik wil even vragen een tafel applaus voor deze twee kantjes. En we begonnen dit traject met eigenlijk de ondernemers, jullie die aangaven, jongens, we hebben ruimte nodig om te ontwikkelen en we hebben daar een stukje hulp in nodig. Dat zie ik nu in dit concept. De bal ligt ook nu in het uitvoeringsprogramma ook voor een groot deel bij jullie. Dit zijn nu de kaders, dit zijn de spelregels, maar het is ook aan jullie om nu het spel te gaan spelen om te komen tot economisch vitale nieuwe stadcentra en bedrijventerreinen. Dus dat wil ik even meegeven. Nog een paar dingetjes van huishoudelijke aard. Ik gaf het in het begin al aan. De presentatie ontvangen jullie, het rapport ook. Ik heb hier een hele mooie lijst met iedereen die zich heeft aangemeld. We leggen daar even op die staattafel neer. Want mocht je nou hier naartoe zijn gekomen, dat niet hebben gedaan, maar wel die informatie willen ontvangen, zet dan even je naam en je rugnummer erbij. Even in het proces gaat het ambtelijk natuurlijk door de molen heen en binnen de colleges. Laten we hopen dat Leiderdorp zo snel mogelijk weer zich herpakt en zich aansluit bij de andere vijf gemeentes die hier positief over zijn. En dan in januari komen de eerste uitnodigingen jullie kant op om die dialoog te voeren, hoe we het spel verder gaan spelen. Dan nog even kijken, vragen die er zijn. Ik kijk jou even aan, hè, Niels. We zullen het ook in de e-mail verwoorden. Ambtelijk en via ondernemers kunnen ze naar mij toe komen, dus die contactgegevens zetten we erin. Dat was het geloof ik. Het rapport staat op de website. Ja, precies, het rapport, maar die sturen we ook even mee. En dan wil ik het laatste applaus nog even bewaren voor onze kanjer Frans Johaus, want die heeft op het laatste moment ervoor gezorgd dat we hier konden zitten in deze zaal en ook een voortreffelijk ontbijt hebben kunnen nuttigen. Dus,